by True Travel. Deze aflevering zijn we in Berlijn. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog was deze stad een enorme puinhoop. Maar sinds de val van de muur is Berlijn uitgegroeid tot een echte wereldstad. Uit een oppervlakte van maar liefst 891 vierkante kilometer is deze stad 8 keer zo groot als Parijs. Dan is het natuurlijk wel handig als je goed openbaar vervoer hebt. Voor maar 27 euro per week kun je hier onbeperkt gebruik van maken. En dat is precies wat ik ga doen. Met de tram kom ik op mijn eerste bestemming, Fauninsel. Dit sprookjesachtige eiland ligt in het zuidwesten van Berlijn. Hier achter mij staat een slot dat gemaakt is in 1797 door Friedrich Wilhelm II als romantisch vertrekje. En als je kijkt naar de brug die de twee torens verbindt, die was eerst gemaakt van hout, maar sinds 1807 is die gemaakt van smeedijzer. En wat ook leuk is, is dat de ene toren van binnen gemaakt is van marmer en de andere van bamboehout. En tussen april en oktober kun je deze bezoeken. Na even weg te dromen hier, wend ik mij tot de luxe van Dahlem, een van de duurste wijken van Berlijn. En ik wil weer Dit is Dahlem, het Beverly Hills van Berlijn. Hier vind je de mooiste huizen, de grootste villa's en de duurste auto's. Prachtig om hier overdag een wandeling te maken, maar helemaal 's avonds als deze huizen belicht zijn. Na een avondje luxe trek ik mij terug in de prachtige parken en paleizen van Potsdam. Een echte aanrader voor liefhebbers van architectuur. Vandaag ben ik in het Sans Souci Park in Potsdam. Hier heeft Frederik II paleizen en parken aan laten leggen om een stempel te zetten op de omgeving van Sans Souci. Ook heeft hij het Neue Paleis laten bouwen. Met maar liefst 300 kamers wilde hij hiermee de wereld bewijzen dat hij nog steeds na de 7-jarige oorlog genoeg geld over had. Het park staat vol met schitterende beeldhouwkunst en om alles goed te kunnen zien moet je zeker een dag uittrekken. Terwijl ik nog terugkijk op Sans Souci, verdiep ik mij in de vergane glorie van Berlijn, waaronder het gigantische Tempelhof Airport. Van de landingsbanen van Tempelhof Airport is nu een park gemaakt en daar staan onder andere dit soort toestellen. Bij de terminal zelf staan er ook nog wel een paar, maar die zul je nooit van zo dichtbij kunnen bekijken als deze hier. Nummer 2 op mijn lijst is het 18 hectare grote natuurpark Zoetgelande. Voor 1 euro kun je deze bijzondere combinatie van rottende spoorwegen, conservering en moderne kunst bezichtigen. Van het spoor vertrek ik met de bus richting de natuur rond de Mugelzee. Met een oppervlakte van 7,4 vierkante kilometer is het grootste meer binnen de stadsgrenzen van Berlijn. Ook voor het oostelijke deel van de stad heeft het meer een hoge toeristische waarde. Zo kun je hier bijvoorbeeld zeilen, varen of bijvoorbeeld lekker aan het water zitten. Aan de zuidelijke oever van het meer ligt de 115 meter hoge Mugelberg, een van de hoogste delen van Berlijn. Op deze berg staat onder andere de Mugeltoren. En dat is waar onze volgende stop zal zijn. Kijk eens mensen, wat een uitzicht. Ja, deze toren is 27 meter hoog en daardoor kun je 50 kilometer de verte in kijken. En hierdoor zie je dus de hele skyline van Berlijn. Het is een prachtig uitzicht hier. In de 60e jaren stond hier een andere toren, de Spindertoren. Dat was een lange toren van hout, 10 meter hoog. Maar die is toen afgebrand en toen hebben ze deze toren ervoor in de plaats gezet. Mensen, wat een schitterend uitzicht is het hier.
ergens een plek is om uit te gaan, dan is het wel in Berlijn. Van rap tot rock, van techno tot dance, voor iedereen is er wel een gelegenheid om een fantastische avond te hebben. Sommige clubs moet je een entreeprijs betalen, maar zelfs dan heb je nog een goedkope avond. En er zijn nog genoeg kleine cafés en clubs waar je net zoveel lol kan hebben. Ik ga nog even genieten van mijn laatste avond in Berlijn. Kijk vooral de volgende keer, want dan ga ik New York onder de loep nemen. Tjus! We'll be right back.